Janne Zand, wat voor bedrijf is dat? Janne Zand is de historie van de bedrijven. Daar ben ik niet de man eigenlijk die er iets over kan vertellen, want ik ben een machineman. Hey, maar ik weet wel dat Fortis AMF, die had drie hele grote bedrijven dat ik weet. Dat was RFBV en Zeewolde. Ambachtseerlijkheid in Kromstrijen, Numansdorp. En Janne Zand in Hank. En daar zijn we nu hier zo. En Janne Zand in Hank is 450 hectare. Waarvan 100 hectare bossen en onbewerkbaar. Dus dan heb je toch 350 hectare bewerkbaar hier. En op het laatst hadden ze in Ambachtsheerlijkheid in Numansdorp. Daar begonnen ze met 1450, dacht ik. Maar op het laatst bewerkten ze daar nog iets van 1000 hectare. En Fortis die... hoe of wat, dat, ik weet absoluut niks van Fortis, wat de beweegreden zijn of... Ik ben puur machineman. Ik ben gevraagd van doe een bod op de machines. En het paste ons. En wij hebben het hier veeg schoon gekocht. Dus dat betekent dat de laatste riek eigenlijk weg gaat. Dat is alles wat ik kan. Dat is een mooie. Maar je is al verkocht, hè? Ja, de Lexion was trouwens al de hele grote dure spullen. Daar waren redelijk snel mensen voor. En ook het gekke, de hele aparte spul. Dus driezijdige kippers en zo, daar wordt voor geïnformeerd. Maar ook 6-meterse machines, 9-meter schijvenmaaiers. Voor de meest vreemde dingen wordt het. En het blijft in Nederland? Dat valt me dus op, dat er heel veel in Nederland blijft. Want ik dacht, dit is allemaal materiaal voor Duitsland en voor Polen. En verwerkt dan. Maar. Mooie keepers. Ja. Daar hebben we ook twee van. En wat ik al net zei, dus die speciale dingen, daar wordt ook veel op gebeld. Dat is. Net die dingen voor het vlas. En zelfs 2004 hebben ze daar 45 meter bomen in gehangen. En voor de prijs van die bomen. Biedt de zijcombinatie? Pak niet uit te wezen. Grasvat kan ook. Als het maar zaad is. Ja, zaad. Toch nog twee. Toch nog iets van. Een soort inspuurlijn. Een soort inspuurlijn heb ik gedaan. Hij had een schepmachine trouwens. Jans en Heuning. En hier weer zo'n. Dit is het knapstuk van de beurs. Van de veiling. Dat is het duurste stuk wat eraf staat. Dat is 285 pk. Er zitten verkeerde stickers op. En hier, ik heb het ook. En hier, dat ding komt 3,5 ton. Het duurste spuit die te grond rijdt op de Nederlandse markt. Deze. Dat is een 48 meter. Volledig elektrisch hydraulisch. Volledig GPS bestuurd. Met middeleninjectie. Je kunt ze redden met 4-2 rijden. Er staat pootgoed klaar. Er staat helemaal 100% pootgoed klaar. Met reserveonderdelen, elektrisch hydraulisch computer erop. 9700 euro. Oh, die Challenger. Die Challenger, ja. Wat doen ze daar diep ploggen? Het is 325 pk. En daar kun je, alles mee. Gewoon net als een trekker, MX. En daar staat ook weer een Vario. 150 pk Vario. Hier nog een 90 pk, 4 laagdrijven voor de kleintjes. Smal spoor alles. Ja. Of smal. Ja. Nee, ik bedoel, we hebben 102 banden en wielen geloof ik. Ik weet niet precies. Maar... Kijk, de frontloofklapper die heeft al een paar jaar niet gewerkt. En de achterste rooijas is kapot. Maar ik heb er een foto van vorig jaar dat hij volop in bedrijf aan het werk was. Dus hij heeft gewoon wel vorig jaar gerooid. De frontloofklapper gebruiken ze sowieso altijd niet meer. Maar toen de achtste rooijas kapot ging, toen hebben ze een gigant 800. Ja, dat is ook weer zo echt iets aparts, 8 meter. Er is een volledig hydraulisch opklapbaar, die maakt ook nog een zwenking. Dus op het moment dat hij uitklapt, dan draait hij hem ook nog zo, dat hij helemaal in zijn goede baan. Ik heb trouwens ook alweer iemand voor gebeld dat ik niet doorgaan wil. Ja. 8 schaar en die andere 4. En die andere... 4, en dan is 5, 5. Dat is het zwaarste wat er gekocht is op de markt. En dat is ook tot 350 pk geschikt. En vanaf 100 pk.
Nee, ik